Lars Veldwijk, wat een dramatische wedstrijd van Sparta. Ja, eigenlijk net als afgelopen vrijdag denk ik wederom geen goede wedstrijd. Je weet elk jaar dat er amateurclubs stunten tegen profteams. En dit jaar zijn wij daar slachtoffer van geworden. En dat is niet acceptabel en dan kan je spreken van een wanprestatie. Waar ligt dat aan? Ja, dat moeten we met z'n allen gaan nakijken. Ik kan nu wat dingen op gaan noemen, maar dat lijkt me niet verstandig. We moeten dit morgen gaan bespreken, want vrijdag wachten voor onze volgende wedstrijd. En dat is thuis tegen Dordrecht. Dat is een beladen wedstrijd, dus dan moeten we weer goed voor de dag komen. Dat is misschien lastig om over anderen dan nu op dit moment wat te zeggen. Wat vond je van jouw eigen spel? Ik denk in de eerste helft won ik mijn duels. Werd ik goed aangespeeld, geef ik de assist bij de goal op Appie. Tweede helft zie je dat het helemaal wegzakt in het team. Krijg ik lange halen naar voren die wat moeilijker te behandelen zijn. Ik had een doelpunt kunnen maken, dus ik ben niet tevreden over mijn eigen spel, zeker niet. Op een gegeven moment zie je ook op het moment dat zij op een gegeven moment terugkomen tot 2-2 en zeker ook bij de 3-2 dan, dat bij iedereen elke keer de kopjes gaan hangen op het moment dat er een tegengoal komt. Ja, in de competitie hebben we gelukkig nog niet veel tegengoals gehad, maar vandaag zijn dat de 3 en dan zie je dat wij daar niet goed mee omgaan. Dus dat moeten we zeker gaan nabespreken, want in de competitie gaan we ook nog veel meer goals tegenkrijgen dan we nu hebben gehad. En dan moeten we daar veel beter mee omgaan. Is het dan toch misschien een stukje motivatie ook, omdat je speelt hier tegen de amateurs van Noordwijk, dat ook meespeelt? Dat zou het kunnen zijn, maar dat mag het absoluut niet zijn. Ik denk dat vandaag de sfeer hier was goed. Dit is zeker niet minder dan Os uit of RKC uit. Het is de KNVB-beker. En het is de beker, dus je weet dat het over één wedstrijd gaat. En dan is het onacceptabel wat wij vandaag laten zien. Is het nou tegen elkaar gezegd nog, na afloop van deze wedstrijd? Het was heel stil, vooral. Het zal morgen zullen de harde woorden komen, denk ik. Ja, jullie gaan elkaar even flink de waarheid zeggen. Ik denk dat wel moet. We hebben een trainer die dat doet, we hebben spelers die dat doen. Dus hier mag de waarheid over gezegd worden.